Welkom bij de Kruidenheksen. Nou, ja, zoals jullie misschien nog niet weten, wij zijn echte dierenvrienden. En we zoeken een natuurlijke oplossing voor elk probleem. Zo ook de vlooien. Ja, en dat vlooienseizoen, dus het begint lente te worden, het begint weer. Hè? Ja. De chemicaliën die je ervoor aan kan schaffen zijn slecht voor je dier, slecht voor de natuur, slecht voor het zenuwstelsel van je hond of kat. Maar ook gevaarlijk voor je kinderen bijvoorbeeld. Dus, nou, voor jezelf ook. Ja, want meestal moet je het met je handen opbrengen. Dus je krijgt het zelf ook via je huid binnen. Nou, zijn veel mensen wel bereid om iets anders te gebruiken, maar ze hebben er geen oplossing voor. Terwijl die er gewoon is. Ja. We laten jullie zien hoe je dat zelf kan maken. Het is heel efficiënt. Heel efficiënt. Zeker. Veel goedkoper en ongevaarlijk voor je dier. Dit is te gebruiken voor alle soorten huisdieren. Dus, ook voor onze hond, die hier lekker op en neer aan het rennen is. Ja. Nu staat hij natuurlijk even stil. Hij denkt, er wordt tegen mij gepraat. Ja, wat doe je? Oh, toch weer naar het water? Even kijken. Goed zo. Ja. Gaan we lekker spelen, jongens. Nou, we laten het jullie even zien hoe je het zelf maakt. Ja. We beginnen met het maken van een kruideninfusie. Deze moet niet koken. Maar wel goed warm, hè? Ja. We beginnen met de rozemarijn. Ja, moet je kijken wat een mooie tak dat we hebben. Laat hem even helemaal zien anders. Ja, het waait heel erg. Ik ben bang dat alles wegwaait. Maar... Ja, ik dacht, dan pak ik de brandnetel even. Ik kneus de rozemarijn even. Want dan neemt hij net iets beter op. Dus ik doe hem even kneuzen. Als jij even wil vertellen wat de werking is in dit recept. Ja, we gebruiken dus ongeveer 12 tot 15 centimeter van een takje van een rozemarijn. Deze is vers. Deze is vers, inderdaad. Dit gebruiken we omdat katten ook tegen dit kruid kunnen. Het is dus veilig voor hun. En rozemarijn is verzorgend voor de vacht. En anti-insecten en antiparasieten. Ja. Dat is wel heel speciaal aan dit kruid. Hè? Ja, is veilig voor dieren, inderdaad. Niet alle planten worden verdragen door dieren. En zeker niet op de vacht en op de huid. Nee, dan hebben we brandnetel. Twee flinke toppen brandnetel. Moeten die nog gekneusd worden of niet? Nee, mogen die er gewoon zo in? Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat iedereen ondertussen wel weet dat brandnetel zuiverend is voor de huid. En het kalmeert de huid ook nog eens een keer. Ja, het is eigenlijk heel erg goed ook voor de haren. Hè? Dus ook bij mens en dier, rozemarijn en brandnetel. Dus dit is nu voor vachtverzorging erg goed. Nou, zeker als de huid al een beetje geïrriteerd is door eventuele vlooienbeten, is het heel verzorgend voor het dier. Ja. Deze infusie die laten we 12 tot 15 minuten ongeveer staan. Hè? Hoe kom je op 12? Ja, gewoon een kwartier. Daar heb jij net ergens op onthouden, denk ik. Weet ik niet. Ik weet het echt. Kwartiertje. Moet je daar zo om lachen? Ja, 12 minuten. Ja, een kwartier in heet water. Dus deze laten we even trekken. Het water hoeft niet te koken. Kom. Het was de 12 tot 15 centimeter. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, daar is ergens van. Wij komen zo terug. Dit moet even trekken. Nou, hij heeft 15 minuten opgestaan, hè? Ja, dan heb je een mooie infusie. Uitzeven. We gaan hem uitzeven, inderdaad. Ik hou de zeef vast, mag jij het erin gieten? Wacht, ik zal heel even deze uitmaken, want we hebben deze nu niet meer nodig. Op dit moment niet. Kunnen we de brander even opzij zetten? Oeh, reeds. Ja, dat is al best. Kunnen we deze mooi eronder zetten. Zo, nou. Dit is natuurlijk een fluitje van een cent. Zo, hè? Ja, dat is makkelijk zat. We hebben 250 milliliter water gebruikt. En na het verwarmen hou je 200 milliliter over. En dat is dan deze kleur geworden. Ja. Ruikt lekker, vind Heerlijk, ik. Heerlijk, hè? Ja. Nou, dat is de basis waar we mee verder kunnen. Zullen we eerst even de appelazijn erin doen. Dus een eetlepel appelazijn. Nee, anders wordt het koud. Ik krijg hem even niet open.
De appelazijn is verzorgend voor de vacht en versterkt de werking van neemolie. Daar doe je gewoon een flinke eetlepel van in. En die appelazijn is heel goed voor de vacht, hè? Is goed verzorgend. Ja. En het voordeel is dat het neutraliseert ook de best sterke geur van de neemolie die we erbij gaan doen. De neemolie hebben we even expres in een doekje gedaan, omdat die niet te sterk mag afkoelen. Want als die afkoelt, dan wordt die heel erg stroperig. Het beste is deze te verwerken iets boven kamertemperatuur, 22 graden. Je mag hem nooit verwarmen boven de 30 graden, want dan werkt hij gewoon niet meer neemt zo goed. Neemt de werking af, ja. 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 Neemolie ruikt een beetje zwavel-knoflookachtig. Ja. Veel mensen vinden dat vies ruiken. Ja. Neemolie wordt trouwens gewonnen uit de zaden van de neemvruchten die aan de neembomen groeien. Het is een natuurlijk afweermiddel tegen vlooien, teken, muggen, andere stekende insecten. En zelfs bloedluis bij bijvoorbeeld kippen of andere vogels gaat dat tegen. Ja, daar zou je dit ook voor kunnen gebruiken inderdaad. Het is, neemolie is echt wel een heel bijzonder product. Het is voor meerdere problemen inzetbaar, maar daar zullen we jullie nu niet mee vermoeien. Want dan zie je door de bomen het bos niet meer. Inderdaad, we hebben het nu dus echt eventjes over onze huisdieren. Ja. Dus, nou ja, dit is het dan. Hè. Het is eigenlijk zo ontzettend simpel. Gebruik geen etherische olie hè, voor je huisdier om bij een middel zoals dit. Nee. Een hond vindt het vies. Vindt het heel vies ruiken inderdaad. En voor een kat is het ronduit gevaarlijk om dat te gebruiken. Ja, hij is vol. Dan zullen we zo eventjes bij de hond laten zien hoe je dat dan toepast. Kom maar jongen. Kom eens. Kom eens, Graffie. Nou, laten we jullie heel even zien hoe je dat gebruikt. Laat maar eens eventjes zien. Kom maar, jongen. Je doet de haar een beetje opzij met lauw warm spray. En je spreekt het en je wrijft het een beetje in. En dat kun je natuurlijk de hele hond doen. Over de hele vacht. En het mooie is, je hoeft dit niet uit te wassen. Dus je mag dit gewoon op laten drogen. Het ruikt in eerste instantie ruikt het vies, maar het droogt eigenlijk neutraal op. Dus je houdt daar niet een vieze geur van aan je hond. En het is volkomen veilig, ook voor jonge dieren. Hè? Ja, inderdaad. Dus ja. En de hond heeft er ook geen last van verder? Nee, hij reageert daar helemaal niet op. Het is verzorgend voor de vacht en de hond reageert er helemaal niet op. Nee, het stinkt niet voor de hond. Ben je toch een braaf, Rick, hè? Dat ben je toch allemaal aan het doen. Ja. Maar, en dan kan je het 3 dagen bewaren. En als je het nou, dan kan je bijvoorbeeld de dag daarna, kan je het nog een keer alleen op het stuitje spuiten. Een soort nabehandelen. Dus je moet het wel vers maken als je het wil gebruiken. Maar die neemolie, ja, die blijft eindeloos goed. Ja. Als je daar een flesje van hebt, dan kan je dat spul altijd maken. Ja, inderdaad. Dus ja. Hé jongen, ja. Maar het is beter voor het dier. Zeker. Nou, we gaan er weer vandoor. Tot de volgende kruidenheksen. Doei doei.